Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bonze Reuling Accountants, VNO-NCW Achterhoek, Baks Advocaten en Bureau Achterhoek. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Met vandaag wederom de Zakenzep. We gaan innoveren met Martin Stor, de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. We hebben de adviestip van Bonze Reuling, accountants en belastingadviseurs. En we hebben niet één, maar twee gasten vandaag hier aan tafel in de studio bij Business Update. Frank Dusseldorp en Stef Dusseldorp, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Vader en zoon. Ja, ja, inderdaad. Heel trots. Ja. Frank, we kennen vooral die auto's, ja. Ja, hier staan dan kleine, maar die vrachtwagens en bulldozers en noem maar op, die we door de hele regio heen zien rijden. Veel in de Achterhoek, maar eigenlijk wel door heel Nederland. Ja. Maar wie is nou Frank Dusseldorp? Ja, Frank Dusseldorp is 53 jaar, woonachtig in Lichtenvoorde, misschien ook wel een beetje vanzelfsprekend. Gelukkig getrouwd en we hebben twee zoons en... Waarvan je de een hebt meegenomen? Eén heb ik er meegenomen en de andere die moest naar school. En ja, dat gaat ook voor, hè? Ja. Dus vandaar. Ja. Ja. Nou, goed dat je er bent. Ja, zeker. Naast jouw zoon Stef. Stef, fijn dat je er bent. Ja. Kun je nog wat meer van jezelf vertellen? Ja, ik ben Stef Dusseldorp, 23 jaar. Sinds 2 jaar management trainee bij Dusseldorp. En daarnaast ook professioneel autocoureur. Oké, nou zijn twee interessante dingen. Management trainee, wat houdt dat precies in? Nou, eigenlijk een hele mooie term voor stagiaire. Ik loop stage op de Dusseldorp groep. Ik doe er allerlei projecten ter ondersteuning van, vooral van de directie eigenlijk. Ja. Daarmee probeer ik mezelf in allerlei dingen die ik kan te verbeteren. Ja. Nou kijkt natuurlijk iedereen mee, niet alleen de klanten, maar ook de medewerkers. Die denken dat is natuurlijk stiekem ook een beetje al om te kijken of die het leuk vindt om in het bedrijf te komen. Is dat ook zo? Nou, ik vind het ten eerste vind ik het sowieso heel erg leuk. Maar mijn carrière op autosportgebied die staat voor mij op de eerste plaats. Ja. En in eerste instantie hoop ik daar gewoon goed te scoren. Maar natuurlijk ook vooral trots op het bedrijf van je vader. Ja, dat sowieso. Ja. Dat sowieso. Hey, dat racen, ja, dat is natuurlijk een jongensboek. Ja. Hoe kom je daar nou bij? Ja, als 6-jarige jongetje begonnen met karten op de industrietrein in Lichtenvoorde. Vanuit... enthousiasme eigenlijk doorgegroeid, het voetballen laten zitten en verder gegaan met karten richting de kartbaan Eefde. Verder gegaan naar Nederlands kampioenschappen. Ja, uiteindelijk werden dat Italiaans, Duits, Europees en wereldkampioenschappen. Dus behoorlijk intensief. Dus het was meer geworden dan een hobby? Ja, nou, het was uit de hand gelopen hobby inderdaad. Ja. En, maar dan de stap van zo'n kartwagen die iedereen nog wel kent naar een racewagen. Ja, het was een grote stap. Mij lijkt ook in de kosten. Ja, dat ook. Ja, dat is helaas een bijkomend nadeel. Maar het leuke was wel dat ik 17 jaar was en al met 250 km per uur op het circuit reed, terwijl ik nog geen auto mocht rijden. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Maar goed, van daaruit eigenlijk doorgegroeid naar diverse Europese kampioenschappen en nu wereldkampioenschap. Dus wel een jongensdroom waar we hard aan werken om die uit te laten komen. Ja. Maar hoe heb je dat dan zo gered? Ik bedoel, bij de wereldkampioenschappen, dan behoor je dus tot de wereldtop. Ja. Mag ik je vragen waar je dan staat in zo'n ranglijst? Of is dat er niet? Ja, jawel, natuurlijk. Vorig jaar ben ik overgestapt naar de GT1. Dat is eigenlijk de klasse waarin we vorig jaar met een Aston Martin reden tegen Ferraris, Lamborghinis, noem maar op, alle mooie automerken. Gelijk won ik daar de eerste wedstrijd, dus dat was een mooi binnenkomen. De rest van het jaar toch wel een beetje moeilijkheden gehad om gewoon mee te komen met de rest. Een aantal ex-Formule 1 coureurs, echt heel veel goede rijders. Mm-hmm. Toen 7e geworden. Dit jaar bij hetzelfde team gebleven, overgestapt naar een andere auto, een McLaren.
En tweede geworden in het wereldkampioenschap. Dus vice wereldkampioen. Dus je bent ook nog wel gewend aan camera's. Want als je bij de wereldtop hoort, dan zijn er nog wel eens camera's. Ja, alles wat live ook opgenomen. Engelse camera's. Ja. Gaat je dat goed af als je dan ook in het Engels iets moet vertellen? Ja, ik doe eigenlijk altijd alles in het Engels. Want ik heb een Frans team. Dus eigenlijk, ik probeer een woordje Frans. Maar dat Engels gaat me toch beter af. En alle uitzendingen, alle commentaar, dat is allemaal Engels. Dus, Voordat we dadelijk verder gaan met vader Frank, want daar gaan we niet alleen praten over de racewagens, maar vooral over die wagens. De wagens die iedereen in Nederland en ook in deze regio goed kent. Maar wat doet Düsseldorp nou precies? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar onze camera ging weer de regio in. En we gaan samen met u even kijken naar de Zaken ZEP. We zijn vandaag alweer voor de vierde keer op bezoek bij Do-It Automatisering in Didam. We hebben gesproken over Apple computers, over helpdesk, over de cursussen die ze geven. En ik ben benieuwd waar Ilko het vandaag met ons over wil hebben. Ilko, goedemiddag. Fijn dat we er weer mogen zijn. Waar ga jij het vanmiddag met ons over hebben? Vanmiddag wil ik graag hebben over managed services. Dat is een hele mond vol. Leg dat eens even nader uit. Okay, managed service is eigenlijk niks anders dan je ICT-dienstverlening op een bepaalde manier inregelen. Ja, maar ik heb het toch al ingeregeld, ik heb al een servicecontract met jou. Wat is er dan anders aan deze dienstverlening? Nou, door managed service toe te passen, weet je eigenlijk van vooraf waar je mee af bent. Dat betekent dus dat je voor een vaste prijs, per maand, per werkplek, je dienstverlening... Ah, ik betaal dus zeg maar €50 per maand per computer aan je. Ja, dat is dan inderdaad... Of is dat veel te duur? Ja, dat kan veel goedkoper. Het gaat veel goedkoper. Ja. Dus eigenlijk omdat ik jou een vast bedrag betaal per maand, ben jij genoodzaakt om te zorgen dat het ook gewoon goed gaat. Want anders kost het jouw geld. Inderdaad. Zo werkt het precies. Wij moeten dat ook goed inregelen, moeten het slim inregelen. We zullen ook wat aan bundeling moeten doen. Is het hardwarematig en softwarematig? Ja, met name softwarematig kunnen we veel doen. Maar hardwarematig zal het ook op de rit moeten zijn. Nou, maar ja, als je elke keer iemand langs moet sturen, dat kan toch eigenlijk niet uit? Nee, het gaat ook veel op afstand. En door de juiste software te gebruiken, kunnen wij op afstand al zien waar dingen fout gaan. En op die manier kunnen we zaken al eerder oplossen, voordat uiteindelijk de storing eigenlijk voor de klant zichtbaar is. Ah, op die manier. Maar ik heb natuurlijk ook een hardware staan. Jij zegt dat is inclusief. Betekent dat als mijn moederbord kapot gaat, bijvoorbeeld, noem maar iets geks, dat er gewoon ook bij in zit? Ja, we hebben voor de hardware hebben we dus een pakket ontwikkeld. Dat heet Do-It Totaal Automatisering. En daarin voorzie je eigenlijk in hardware, in software en in diensten. Is het een soort lease van mijn computer? Of moet ik het anders zien? Nou, uiteindelijk is het wel een... je zou kunnen zeggen dat het een soort huur is. Alleen het is meer omvattend dan huur. Ja, dat betekent dus eigenlijk betaal je vast bedrag per maand en daarmee is het geregeld. En door dit toe te passen is het ook heel makkelijk schaalbaar. Dus dat betekent zeker ook in deze tijden. Dus op het moment dat er toch minder medewerkers zijn, kun je ook makkelijker van systemen af. En daarnaast, op het moment dat er groei is, kun je ook makkelijk bijschakelen. Maar betekent dat mijn computer dan van jou blijft? Dat ik per maand daar huur voor betaalt? In principe is de hardware blijft van ons. Het wordt aangepast naarmate de vraag. Ilko, even ter afsluiting. Waarom DTA? Waarom moet ik daarvoor kiezen? Eigenlijk is het heel simpel. Het is efficiënt, het is schaalbaar. Het vergt geen investeringen. Altijd up-to-date. Wat wil je nog meer? Dus eigenlijk gewoon geen gedoe. Tot zover de Zaken ZEP. Volgende week is er gewoon weer één. Het is tijd om te innoveren, want dat is heel belangrijk voor de industrie in Nederland en ook in Oost-Nederland. En daarvoor hebben wij altijd onze man die alles weet over innovatie. Dat is Martin Stor, de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. Martin, wat heb je deze week voor ons? Twan, je weet het broeikaseffect. De wereld warmt op met heel veel gedoe eromheen. Wat eruit voortkomt, overstromingen, te veel regenen, klimaatwisselingen. En dat komt doordat we te veel CO2 in de atmosfeer hebben. En dat komt weer omdat we te veel bijvoorbeeld aardolie gebruiken. Hoe lossen we dat dan op? Nou, deze week bracht Nico Wissing mij in contact met professor Schuiling. En professor Schuiling heeft een idee en het heeft een prachtige simpelheid in zich. En wat is het idee nou? Er bestaat zoiets als olefijn. En olefijn, ik heb hier een stukje liggen. Olefijn, dat is een edelsteen, een mineraal. En het wordt gevormd midden in de aarde, in het magma. Het komt naar boven toe op sommige plaatsen in de aarde. Is ruim voorradig. En het aardige van het
edelsteen, van het mineraal, is dat het, afgezien dat het er ook mooi uitziet, dat het CO2 bindt. Aan de buitenkant verweert het en ja, dan neemt het CO2 op. Dus het teveel aan CO2 kun je dus oplossen door veel van dit olifijn aan de buitenlucht bloot te stellen. Nou, en hoe kun je dat weer doen? Dan gaan het vermalen in kleine korreltjes. Kleine korreltjes die je bijvoorbeeld over het land uitstrooit. En bijvoorbeeld, en zo kwam Nico Wissing, tuinarchitect die onder andere die tuin in de Floriade ontworpen heeft. Die kwam op, die zegt van ja, je zou het ook prachtig in tuinomgevingen kunnen toepassen. Maar je zou het ook, ik zal het laten zien, die korreltjes, het ziet er dan zo uit. Dat kun je natuurlijk ook verwerken in bijvoorbeeld dakpannen of in bakstenen. En ja, eigenlijk is dat een beetje de uitdaging en misschien ook wel de kans. Denk na over oplossingen en producten waarbij je het olifijn verwerkt, grote hoeveelheden, zodat het snel kan verweren en dus snel CO2 kan opnemen. Het is niet duur, het is een beschikbare oplossing. Kijk op mijn website www.act-nu.nl om daar meer over te weten. En dan heb ik nog een heel ander onderwerp. En dat is de afbramerij. De afbramerij op het Druterrein in Ulft komt die te staan. En dat is een gebouw, dat wordt verbouwd. En ja, wat komt daarin? Daar komen een aantal dingen in. Het wordt een combinatie van een museum, een plek waar innovatie plaatsvindt, een plek waar studenten terecht kunnen, een plek waar ondernemers terecht kunnen. Het wordt een prachtige ontmoetingsplaats en die moet gewoon gemaakt worden. En wat zou er mooier zijn dat bij die verbouwing achterhoekse producten en innovaties gebruikt worden. Nou, ik heb natuurlijk degene die nu het bestek aan het schrijven zijn al een aantal tips gegeven van denk daaraan en daaraan en daaraan. Maar als je zelf een idee hebt en zegt van nou, ik heb een voorbeeld van een stuk wat bijvoorbeeld in de wand gebruikt kan worden of in de vloer of duurzaam is, mail naar me, neem contact met me op en dan zorg ik dat je in contact komt met degene die nu bezig zijn met hoe de afbramerij eruit komt te zien. Wacht daar niet te lang mee, want het gaat wel snel gebeuren. En nogmaals, als je er wat meer over wil weten, kijk op mijn website www.act-nu.nl. Tot zover de innovaties van Martin Stor. Tot volgende week, Martin. Dan horen we graag weer een bijdrage van jou. Aan tafel hier bij Business Update nog steeds Frank en Stef Düsseldorp van de Düsseldorp Groep uit Lichtenvoorde. Frank, eventjes naar de geschiedenis ook van het bedrijf. Want nogmaals, we hadden het erover, iedereen kent die auto's wel. Ja, maar wanneer is dat nou ontstaan? Nou, het ontstaan heeft plaatsgevonden in 1949. Toen heeft mijn vader de stoute schoenen aangetrokken en is voor zichzelf begonnen. Het was na de Tweede Wereldoorlog en is begonnen met het graven voor nieuwe bouwputjes, voor nieuwe woningbouw, het leveren van zand en grind bij de plaatselijke aannemersbedrijfjes, yeah, bouwbedrijfjes. En eigenlijk is het zo langzaam gegroeid van één kleine kraan en een kleine kiepwagen en dan kwam er weer eentje bij en zo is dat langzaam gegroeid. Yeah. Tot in zeg maar, de jaren 70 de vraag kwam van ja, je brengt wel zand, maar ik heb hier ook nog wat rommel. Kun je die rommel ook opruimen? En dat is eigenlijk het begin geweest van onze afvaltak, zeg ik dan maar eventjes. Yeah. Dat er steeds meer vraag kwam, ja, maar kun je die rommel ook opruimen? Yeah. En zo kwam het inzamelen van bedrijfsafval. De gemeente ging vragen, kun je ook het afval bij voor de huishoudens inzamelen en ja, zo zijn wij eigenlijk verder of gegroeid. Vanuit vraag in de markt, zeg ja, maar. Het is heel duidelijk inspelen op de vraag vanuit de markt. En de tijd was natuurlijk, zat ons wel mee. Boomingmarkt, heel veel vraag, weer eropbouw. Ja. Veel vraag om werk, dus, maar hij zag dus ook wel de kansen. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk geweest. Hè? Ja. Nu hebben jullie die historie ook al een paar keer vastgelegd. Ja. Het eerste boek, kan me herinneren, Zo gruil je dat. Ja. Want je was nou net zo mooi aan het vertellen. Ja. Dus blijkbaar hebben jullie toen een continu gezegd, ja, en zo gruil je dat. Kijk, met het 50-jarig bestaan van ons bedrijf hebben wij een boek geschreven. Ja. En inderdaad had het de titel En zo gruil je dat. Zodat iedereen toch eens even in het naslagwerk kon kijken van hoe het allemaal ontstaan is. Mm-hmm. In 2009 hebben we ons 60-jarig bestaan gevierd, waar we dan een vervolg, de tweede deel hebben uitgegeven. En dat had als titel Alles wat verandert, dat blijft. Ja.
En dat vonden we toch wel een heel belangrijke titel. Zeker in deze tijd. In feite heeft dat ook heel veel te maken met het onderwerp van Marten Stor altijd. Innovatie. Als je maar verandert, dan blijf je ook als bedrijf. En, voor ons is het gewoon heel belangrijk om elke keer weer iets nieuws te vinden, te bedenken. Met elkaar om ons bedrijf verder te helpen. Wat is dan nu heel erg belangrijk voor het bedrijf? We zitten nu natuurlijk toch wat in wat lastige fase. Hè? Wij niet alleen, maar ik denk de hele regio, het hele bedrijfsleven. Nou goed, over de economie hoef ik denk verder niks te vertellen. Yeah. Maar voor ons is het toch heel belangrijk om in deze periode die ontwikkelingen om ons heen zo goed mogelijk te volgen. Het is erg onrustig. Ik sta net zo goed als jullie ook elke dag de krant los en ik zie elke keer weer faillissementen. En dan denk ik, jongens, waar gaat het met z'n allen naartoe? Ja, maar het gaat in die zin wel goed met jullie, omdat jullie ook altijd aangepast hebben aan de markt. Onderscheidend vermogen hebben, bijvoorbeeld op duurzaamheid en milieu. Kun je daar iets over vertellen? Ja. Allereerst wil ik nog eventjes iets vertellen over de ontwikkelingen. Hè. Ja. Als ik zie de ontwikkelingen in de markt, baat ons dat ook zorgen. Ook wij moeten daarin meeschakelen om mee te kunnen in deze markt. Maar de kunst is toch om elke keer weer die nieuwe kansen te vinden. Een voorbeeld is, we hebben onlangs een activiteit op het gebied van rioolservice overgenomen. Van een bedrijf in Hardenberg, 17 medewerkers. Nou, dat past ons perfect. Dus... wij zien nog steeds ook kansen. En die kansen, die moet je zien. Die moet je met elkaar zien op te sporen. En dat moet wat toevoegen aan de waarde van het bedrijf. Ja. Nou, deze 17 medewerkers, heel waardevol, enthousiaste mensen. Die zijn bij ons gekomen dit jaar. En wij zijn er heel blij mee. En dat groeit verder met ons bedrijf. Zeker op dat gebied waar we allemaal erg enthousiast over zijn. Ja, want ik denk altijd, kijk, jullie zijn een echt Achterhoeksbedrijf. Ja. Maar inmiddels al lang niet meer alleen in de Achterhoek actief. Nee, kijk, de oorsprong... dat is inderdaad Achterhoek, maar wij moeten ook de grenzen verleggen. En we zijn zo gegroeid richting de Veluwe. Midden-Nederland is sowieso ons werkterrein geworden. En inmiddels door de overname verleden jaar van het bedrijf Jagen is ook Noord-Nederland ons werkterrein geworden. En helaas moeten wij ook als bedrijf die stappen maken, omdat zeer zeker de werkgelegenheid hier in de Achterhoek, daar hebben wij ook... duidelijk last van, dat het beduidend minder is. Mm-hmm. Dus wij moeten verder gaan om onze omzet binnen te halen. Okay. He, dus, we praten dadelijk nog eventjes verder over de CO2-prestatieladder, wat dat nou precies is. Ja. Maar we gaan even kijken allereerst naar de adviestip van Bonzen Reuling Accountants en Belastingadviseurs. Kijkt u met ons mee. Ieder ondernemer is de liquiditeit wel eens krap. Dit is vaak extra vervelend indien de lonen en daarmee ook de loonbelasting betaald moet worden. Een vaak niet bekende regeling kan een oplossing zijn. Indien u in de nabije toekomst namelijk recht heeft op een teruggaaf omzetbelasting, kunt u deze afdracht van de loonheffingen laten verrekenen met deze toekomstige teruggaaf. Het voordeel is dat u op korte termijn geen liquiditeit hoeft vrij te maken of een betalingsregeling met de fiscus hoeft te treffen. Er gelden wel wat voorwaarden. Een belangrijke is dat u geen overige belastingschulden open heeft staan. Indien dit niet het geval is en u nog een teruggaaf omzetbelasting verwacht, denk dan aan deze verrekenmogelijkheid. Indien u hiervan gebruik wilt maken, informeer dan bij uw adviseur of u aan alle voorwaarden voldoet of neem vrijblijvend contact op met Bonzen Reuling. Kijk voor meer fiscale tips op onze website, download onze kosteloze app en volg ons op Facebook en Twitter. Ondernemers in Oost-Nederland, u kijkt nog steeds naar Business Update hier bij Focus TV. Aan tafel Frank en Stef Dusseldorp van de Dusseldorp Groep uit Lichtenvoorde. Frank, voor de break hadden we het even over de CO2-prestatieladder. Wat is dat nou precies? Ja, een CO2-prestatieladder, dat is een certificaat wat we het afgelopen jaar, dit jaar, behaald hebben. En daarmee maken we zichtbaar wat we doen aan energie- en emissiereductie. Je hebt het straks al verteld, we hebben heel veel auto's op de weg lopen, kranen, shovels, van alles, rijdend materiaal. En dat stoort natuurlijk allemaal CO2 uit. Mm-hmm. En wat kunnen we er nou aan doen om dat terug te dringen? Nou, daar hebben wij dan een heel traject voor uitgezet. En hetzelfde is met energiereductie. We hebben natuurlijk heel veel locaties, panden, waar allemaal verwarming, licht en alles in zit. En wat kunnen we nou met z'n allen aan doen om te voorkomen dat we onnodig energie verbruiken? Nou, daar staan een aantal acties en maatregelen in. En dat maken we ook zichtbaar. Daar zit ook
een streven in dat we dat verbruik dus duidelijk terugbrengen. Ja, dat is natuurlijk goed voor mens en milieu, laten we maar zeggen. Ja. Maar toch ook op termijn voor de opdrachtgever. Want is het niet zo dat de opdrachtgever dat op een gegeven moment gaat eisen dat je zo werkt? Ja. De opdrachtgever die kan dat gaan eisen, maar wij willen het zelf vanuit onszelf ook heel duidelijk. En ik denk dat dat ook de drive moet zijn dat de chauffeur ook bewust is in meer in zijn rijstijl. Want daar begint het al. Wij kunnen heel op zeggen, maar als de chauffeur op de auto stapt en die race over de weg, dat zien wij met z'n allen. En ik hoop dat de mensen zeggen van, nou, die doen dat netjes, bewust. Ja. Niet te veel herrie en lawaai, geen zwarte rookpluimen. Is dat ook de reden waarom mensen zo graag bij Düsseldorp werken? Want dat hoor ik gewoon in de markt. Ik denk dat dat ook een rol is wat meer speelt. Wij proberen Düsseldorp heel duidelijk het wijgevoel uit te stralen met elkaar. En ik zeg altijd zelf, misschien kan ik dat ook makkelijk zeggen, maar of je nou monteur bent, chauffeur of directeur, we moeten allemaal ons werk doen. En als je dat denk ik met elkaar doet, dan denk ik ook dat we deze moeilijke periode met elkaar ook wel weer goed doorkomen. Alleen als team kun je scoren. Ja, heel duidelijk. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Even een linkje naar de sportenstraat. Ja, in dit geval naar de racerij van jou, Stef. Ja. Want je bent ook nog ambassadeur, geloof ik. Hè? Ja, ik ben vanuit mijn rol als autocureur ook gevraagd als ambassadeur voor Stichting Kanjes voor Kanjes. Ja, hele goede organisatie. Waar zit u zich voor in? Voor degene die het nog niet weet? Nee, voor de kinderen eigenlijk. Kinderen meer in aanraking brengen met sport en spel. En dan ook kinderen die het niet vanuit hunzelf kunnen doen. Nee. Dus veel aangepaste spelen. Speelmaterialen of fietsen. Of, je kan het zo gek niet bedenken. Dus met dank aan sponsoring ook van Düsseldorp. Kunnen heel veel kinderen toch meer aan sport gaan doen. Ja. Als we heel even kijken naar de toekomst van jouw racerij. Wat kun je dan nog vertellen? Ja, nou, ik heb natuurlijk afgelopen jaar best goed gepresteerd, dus ik hoop dat het helpt. Alleen de economische situatie is niet zo heel makkelijk. Ik heb moeite om de financiële middelen te kunnen vinden en de teams ook. Dus ik vrees dat het een lange winter wordt. Oké, maar er kijken nu veel ondernemers mee, hè? Ja, stel dat ze denken van, maar dat lijkt me wel wat. Ook iets onderscheidends om samen met mijn relaties een keer naartoe te gaan om te kijken. Kunnen ze jou gewoon bellen? Ze kunnen me altijd bellen, ze kunnen je e-mailen, ze kunnen me dag en nacht bellen. Het is ontzettend leuk. Het is teamwork en een bijzonder dagje uit of weekendje uit of een weekje. Je kan het zo gek niet verzinnen. Dankjewel, Stef. Even de toekomst van Düsseldorp. Als we daar naartoe kijken, wat ligt nog in het verschiet? Even vanuitgaande dat de huidige economische situatie ook een keer weer over is. Ja, die zal onherroepelijk wel een keer aantrekken. En dat is de wens van ons allen, denk ik. En wij hopen als Düsseldorp gewoon op een gezonde basis door te kunnen groeien. En ik noem het altijd een beheersbare groei. Ja. Want we kunnen wel een hoop willen, maar we moeten het ook met z'n allen aankunnen. Hè? Dus vandaar de kreet beheersbare groei. En daar hebben wij met elkaar als management, als directie en alle medewerkers ook alle vertrouwen in. Als ik meer wil weten van de firma Düsseldorp, ik ga ervan uit dat het Düsseldorp.nl is. Heb je maar goed. Ja? Düsseldorp.nl. Okay. Dus beste mensen, als u het een interessant gesprek vond, u denkt van Düsseldorp, mooi bedrijf. Maar ik wil er toch nog iets meer van weten, ga dan eventjes naar de website Düsseldorp.nl. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel om jullie hier aan tafel te hebben. Ja. Bedankt voor jullie verhaal en ik hoop ook dat u het interessant vond om naar te kijken. Kijk gerust volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Business Update hier bij Focus TV. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bonze Reuling Accountants, VNO-NCW Achterhoek, Baks Advocaten en Bureau Achterhoek.